echt een selfie maken. Oh, echt wel. Dames en heren, en leuk dat jullie weer kijken naar Elze's Wereld. Aan de titel kunnen jullie het al zien, ik ga weer naar de kermis van Tilburg. 2 jaar geleden ben ik ook naar de kermis van Tilburg geweest. Heb je dat filmpje nog nooit gezien? Die kun je hieronder vinden in de beschrijving onder Kermis Tilburg 2014. Toen ben ik ook al geweest. En vorig jaar had ik ook willen gaan, maar toen werd er echt precies code rood voorspeld op de dag dat ik nou net zou gaan. Dus toen ging het niet door. En nu dacht ik echt van, nou, nu wil ik wel echt weer gaan. Want Kermis Tilburg, voor de mensen die het niet weten, is echt een ziek grote kermis. Echt 3 kilometer achter elkaar aan attracties en zo, gevarieerd. Echt niet normaal. Dus je kunt je wel voorstellen, denk ik, dat ik er heel veel zin in heb. Ik ga vandaag met een vriendin erheen. Ik ga helaas maar met z'n tweeën, want de vorige keer gingen we met z'n drieën. Ik heb zelfs ook een periode gehad dat we echt met z'n zes of zo naar de kermis gingen. Maar ja, mensen gaan op vakantie, hebben andere plannen, je kent het. Dus ik ga vandaag maar met z'n tweeën. Maar voordat ik naar de kermis van Tilburg ga, moet ik natuurlijk eerst met de trein naar Tilburg. Dus dat wordt hartstikke leuk. Ben je ooit wel eens in de trein naar de wc geweest? Nou echt, doe dat ook echt alleen maar als je ook echt heel nodig moet en je kan ophouden. Want het stinkt hier, het is hier echt heel vies en smerig. Ik doe dit alleen maar omdat ik heel nodig moet, want zometeen ben ik alleen maar aan het lopen en aan het lopen. Dus ik doe dit alleen maar omdat het echt moet. Wij zijn binnen.
fietsjes meer naar... Oh! Ik dacht echt heel even dat je hem had. Ja, dat dacht ik. Nou! Je had hem echt heel bijna. Als je nou niet doorgaat... Nou, Natasja gaat nu lekker een ijsje eten, chocolade en vanille. Ja, mijn persoonlijke favoriet. Oké. Ik hou meer van zoetere smaken. Zoals? Bosvruchten, smurfijs, yoghurtijs, aardbei. Klinkt goed hoor. Bosbes, weet ik het. Ik moet het snel gaan eten, anders is mijn ijsje al dat ik zelf moet. Ja, hij smelt nu al. Hier, de eerste druppels die zijn. Shit! Ze moet even snel eten. Even Speedy Gonzales. En daar hebben we Pikachu, die heeft ze net gewonnen. Nou, het ijs is nog verder gesmolten, maar het eten is begonnen. En de tafel is dus gewoon. Ja. Ik ging er net even een servetje halen voor Natasja bij dat kraampje. En ze vragen zo aan mij van zo, heb je Pikachu gevangen met Pokémon Go? Ik zeg nee, die heeft zij gewonnen bij die grijpautomaten. Even serieus. Ik bedoel, we hebben in feite wel een Pokémon gevangen, maar niet met Pokémon Go, maar met zo'n grijpautomaat. Lekker ouderwets. Pokémon gevangen door heel veel geld in te steken. Ja, volgens mij ben je zeker wel een tientje, 20 euro of zo kwijt om die Pokémon te kunnen vangen. Laten we zeggen dat ik bijna 40 euro kwijt was om die Pikachu te winnen. Oh, Natasja was 40 euro kwijt om die Pikachu te winnen. Ongeveer, ja, iets minder. Ik had een eentje over, dus 38 laten we dat winnen. Ze zagen het net ook dat ik aan het vloggen was en ik zag ze echt zo kijken van wat is Dino aan het doen. Want die heeft de camera op zichzelf gericht, wat is Dino weer aan het doen. Kijken of ze nog steeds kijken. Vinden ze vast gezellig. Die mensen die je daar misschien ziet, ik kan niet goed zien wat ik film op dit moment. Want ik heb heel erg veel zon in mijn gezicht. Maar die waren er net heel raar aan het kijken van oké, ze is aan het filmen. Waarom is ze aan het filmen? Ingelast, zometeen gaan we weer verder. En ik ga kijken of ik aan een biertje kan komen. Dus tot zover. Thank you.
bij mijn schouder. Oh my god. En die heb ik gefilmd. Kijk, hij staat daar. Zie je? Ja, ik zie hem. Nou mensen, ik ben weer thuis. Ik ben echt helemaal kapot. Want geloof me, als je een hele dag op zo'n kermis rondloopt, daar word je op een gegeven moment wel moe van. Kan ik je vertellen. Nou, het was echt een geslaagde dag. Echt heel veel op de kermis rondgelopen, veel gezien. Ik moet wel zeggen dat ik het jammer vond dat de tower er deze keer er niet stond. Want de tower stond er eerst altijd. En dan ging ik er met mijn vrienden erheen. Hier waren we met z'n vieren. En 1 jaar later, toen ging ik weer naar de tower. En toen ben ik alleen gegaan. Maar dat hebben jullie misschien wel gezien in die vlog die ik 2 jaar geleden van Kermis Tilburg heb gemaakt. Die kun je nogmaals vinden hieronder in de beschrijving. Loop ik helemaal alleen door de tower. En ik had nu dus met Natasja door de tower willen gaan. Maar helaas, hij stond er gewoon niet. Misschien dit jaar alleen niet. Of misschien komt hij wel niet meer. Ik heb echt werkelijk geen idee. Dus ja, dat is wel een beetje jammer. Dit was dan weer mijn vlog voor voorlopig. Er gaan weer allemaal nieuwe leuke vlogs aankomen. Want ik heb een heleboel dingen op het programma gestaan. Die ik ook allemaal wil gaan doen. Dus ik zou zeggen, hou ons YouTube kanaal vooral nog in de gaten. En er komen ook nog filmpjes van mij en Dennis aan. Dus hou dat ook nog even in de gaten. Wil ik tot die tijd zeggen, tot ziens. En tot de volgende keer. Doeg!